Een hele goede morgen. Ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dagvlog, want ik ga vandaag naar de rechtbank. En ik ga jullie even uitgebreid meenemen hoe het is om naar de rechtbank te gaan. En ja, wat het dan precies inhoudt en hoe de zaak eigenlijk verloopt. Ik ben ook rechtspraakreporter en dat betekent dat ik ook binnen een zittingszaal mag filmen. En dat is natuurlijk wel helemaal leuk om gewoon een compleet beeld te krijgen van hoe een, hoe een zitting verloopt. En ik ga ook nog een interview doen met een rechter over die feiten die in de zitting plaatsvinden. Hoe meer ik doe met videografie en fotografie, hoe meer spullen ik op een gegeven moment nodig heb. En het zijn ook echt gadgets geworden. Ik heb, deze heb ik van de week gekocht. Dit is een statief van DJI. En die loopt dus met je mee. Vet gaaf, maar hij doet wel alleen op je telefoon. Dat is wel iets minder. Ik heb ook nog een microfoonset. Die moet ik ook sowieso meenemen. Zodat ik de rechter gewoon goed kan verstaan in de zitting. Nog een andere simpele handstatief. Die ga ik even meenemen. En nog een staande statief, zodat ik gewoon de camera in de zittingzaal kan neerzetten. Ik ga nu snel er vandoor. Ik heb net even lekker ontbeten. En ik ga nu de trein in, dus tot zometeen in de rechtbank. Ook nog even een lekkere koffie gezet voor onderweg. Nou, we zijn op station, door naar de trein. Nou, en we zijn er. Nou, het is nu tijd om eventjes eerst naar het interview te lopen. En om eventjes de rechters te ontmoeten en de communicatie even te spreken over de zitting. Nou, we gaan bijna de zitting in en allereerst mag ik even de rechter ontmoeten. Dus loop maar even mee. Hi, goedemorgen. Hi. Hi, Jenny. U bent zich aan het voorbereiden op zo'n zitting. Ja, hoe doe je dat? Ja, dat klopt. Ik heb vanmiddag om 15:15 een politierechterzitting. En ik bereid de zaken voor aan de hand van een digitaal dossier. En dat digitale dossier, dat staat vanzelfsprekend in de computer. En er zitten eigenlijk alle relevante stukken voor de zitting zitten daarin. De griffier die mij ondersteunt bij de zitting heeft ook een soort korte voorbereiding daarvan gemaakt. Die me eigenlijk helpt bij het mijn eigen maken van het dossier. En verder is het gewoon een heleboel lezen, lezen, lezen. En het proberen te onthouden. De zitting is heel belangrijk voor de verdachte. Het is de mogelijkheid voor de verdachte om te reageren op de verdenking. Natuurlijk is de verdachte op het algemeen al gehoord bij de politie, dus weet je al een beetje van tevoren wat de proceshouding is van de verdachte. Maar soms kan die proceshouding ook wijzigen, of heeft iemand gezwegen. Maar het is in ieder geval de kans voor de verdachte om zijn of haar verhaal te doen. Ja. En dat geldt niet alleen voor de verdachte, maar ook als er bijvoorbeeld een slachtoffer betrokken is die iets over de zaak wil zeggen, omdat het spreekrecht kan worden uitgeoefend. Of omdat het slachtoffer een vordering heeft ingediend tot de betaling van, tot de vergoeding van schade. Ja. Dus het is eigenlijk het gesprek wat je hebt met de procesdeelnemers is heel belangrijk. Het gaat niet alleen over de verdenking, maar ook bijvoorbeeld als er tot een bewezen verklaring komt, wat is nou een passende straf? En ook daarvoor wil je de verdachte heel graag spreken. Je wil eigenlijk zorgen dat de verdachte een zo passend mogelijk straf krijgt. En daarvoor wil je weten hoe het persoonlijk leven van de verdachte eruit ziet. Zijn er nog punten waar de verdachte hulp bij nodig heeft? Wat is het strafblad van de verdachte? Heeft hij of zij eerder een strafbaar feit gepleegd? En al die dingen komen eigenlijk samen op een zitting. En aan het eind van zo'n politierechterzitting, dan kom je over het algemeen tot een uitspraak. Nou, klinkt spannend. We gaan het zien zometeen. Nou, de strafzaak begint wanneer de bodem uitroept. De zaak J.D. Carrogan. Nou, dat is onze cue. We kunnen gaan. We gaan zometeen politierechterzittingen bijwonen. En ik mag de rechter nog eens wat vragen stellen. Wat kan ik precies verwachten? Ja, je gaat kijken naar een politierechterzitting, dan zit je als rechter enkelvoudig. Dat is in tegenstelling tot een meervoudige kamerzitting waar je met z'n drieën zit. En als politierechter behandel je zaken waarvoor je maximaal 1 jaar gevangenisstraf oplegt. Dus er zijn relatief wat lichtere zaken en dat kan echt voor alles zijn. Van mishandeling tot winkeldiefstal, tot witwassen, van alles. Een meervoudige kamerzitting behandel je de wat ingewikkeldere zaken, denk moord, doodslag, verkrachting. En waar je meer tijd voor nodig hebt en waar je met meer rechters naar wil kijken. Ja. Politierechterzitting heb je meestal 6 tot 9 zaken, afhankelijk van hoe zwaar en hoe ingewikkeld de zaken zijn. Vandaag gaan we er 5 doen, dat komt omdat we net iets meer tijd nodig hebben voor iedere zaak. Qua bewijs is het wat ingewikkeld, er zijn mensen die wat meer problemen hebben, dat er moet meer besproken worden op zitting en dan trek je daar dus meer tijd voor uit. Ja, dus het wordt wel een wat langere middag denk ik. Ja, dat verwacht ik wel. Ik denk dat we voor iedere zaak best wel wat tijd nodig zullen hebben en dan maak je echt de middag wel vol. Ja, dat klopt. Iets dat ik wel nog even moet vermelden is dat ik niet alle video's heb gebruikt van de zitting, omdat die anders gewoon veel te lang zou worden. Dus ik heb eigenlijk een beetje selectie gemaakt in wat de officier van justitie heeft gezegd en wat de rechter heeft gezegd in haar uitspraken. En daar heb ik een beetje een logisch geheel van geprobeerd te maken. Je bent verdacht in een strafzaak en dat betekent dat je geen antwoord hoeft te geven op vragen die worden gesteld. Je moet wel goed opletten.
Ik ben politierechter. Wij gaan met elkaar in gesprek over de zaak. Ik zal straks ook een uitspraak doen. Ik word bijgestaan door de griffier. En deze meneer is de officier van justitie en hij gaat vertellen wat de verdenking tegen is. Ja, verdachte wordt ervan verdacht dat hij op 8 december 2023 in Os samen met iemand anders een behoorlijk aantal kilogrammen lachgas voorhanden heeft gehad. Om precies te zijn 9,9. En daarnaast wordt hij er ook van verdacht dat hij op diezelfde datum een hotelkamer heeft vernield, beschadigd, onbruikbaar gemaakt. En ook is er een vordering van de benadeelde partij om te bespreken. Deze zaak ging over het bezitten van een aantal flessen lachgas en het vernielen van een hotelkamer. En nou ja, die kamer was zodanig vernield dat niet alleen de matrassen van het bed af lagen, maar dat de muren onder zaten met etensresten. En dat onder andere de kluis, gordijnen, een tafel en een stoel en nog een aantal andere dingen vernield waren. De verdachte heeft zowel bij de politie als bij zijn zitting verklaard dat hij gewoon niks meer kan herinneren van die vernieling. En ook niet meer weet over welke rol hij heeft gehad in die vernieling. Want hij heeft zoveel middelen gebruikt en er zijn ook zoveel mensen in die kamer gekomen dat hij echt niet meer weet wie wat heeft gedaan. Hij gaf aan dat hij in een dagenlange roes zat en hij kon niet eens meer vertellen hoeveel dealers er waren langskomen. Dat vond ik ook wel bijzonder dat hij dat zo zei. En de officier van justitie ging daar niet in mee en die had een flinke straf geëist. Het eerste feit op de telastlegging is voldoende wettig en overtuigend bewijs aanwezig. Verdachte heeft bij de politie verklaard dat hij heeft gebruikt op die kamer en ook hier op zitting heeft hij verklaard dat hij hier lachgas heeft gekocht of heeft laten bezorgen door dealers, heeft meegenomen de kamer in tassen, heeft hij hier op zitting verklaard. En er stonden 17 lachgasflessen in die kamer en die waren in de beschikkingsmacht van de verdachte en zijn medeverdachte. Dus voor dit feit zie ik voldoende wettig en overtuigend bewijs en u heeft al eerder aangehaald dat het dus ging om 9,9 kilogram wat nog over was in de flessen. Dan het tweede feit en daar is denk ik wat meer discussie over, dat ziet op de vernieling van de hotelkamer. Ja, verdachte die zegt bij de politie dat hij het niet precies meer weet, want hij zat namelijk in de ballonnen. En hier op zitting hoor ik ook de verdachte zeggen dat hij over die vernieling, ja, hij weet niet precies hoe het is gegaan. Maar dan valt mij wel op dat over een aantal dingen weet verdachte nog precies wel hoe het is gegaan. Namelijk dat hij nog wat flessen heeft besteld bij dealers. Dat hij eten is gaan halen in het hotel. Hij verbleef er ook 2 dagen. En nou wil ik zeggen dat deze vernieling van die aard is dat het niet gaat om een kopje koffie dat is omgestoten. Maar de hele hotelkamer is 1 grote ravage. Dus dat moet ook best wel enige tijd hebben geduurd om zo'n vernieling te plegen. Ik vind dus eigenlijk de verklaring van de verdachte heel erg onaannemelijk. Alles overwegende vorder ik een taakstraf van 160 uur, waarvan 80 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar, min 1 dag die verdachte al in verzekering heeft doorgebracht. Dan de bijzondere voorwaarden die door de reclassering zijn geadviseerd. Het gaat dan over een meldplicht, een ambulante behandeling met de mogelijkheid tot kortdurende klinische opname en daarnaast ook meewerken aan middelencontrole. De persoonlijke omstandigheden van de verdachte zijn heel erg belangrijk bij zo'n strafzaak. En die worden ook uitvoerig behandeld. En de rechter gaat daar ook best wel diep op in. En die vraagt ook heel veel vragen over verslavingen, maar ook over dagelijkse bezigheden. Hij verklaart dat hij al jarenlang kampt met verslavingsproblematiek. En ook telkens wil afkicken, maar omdat die wachtrijen in de zorg zo lang zijn dat het hem gewoon niet lukt. En ook zijn moeder benadrukte dit. En normaal wordt er niet heel veel ruimte overgelaten aan het publiek, want dat is natuurlijk geen procespartij. Je mag eigenlijk niet veel vertellen in een zitting. Maar de rechter gaf hier wel even heel kort aandacht aan van om ook eens te laten zien hoe vervelend dit ook is voor de moeder. De officier van justitie heeft ook daarom een reclasseringsbehandeling geëist. En met als doel dat hij kan afkicken. En dat daarin stemden de verdachten ook gelijk in mee. En dat was eigenlijk ook wel iets heel moois om te zien hoe graag hij zelf wil afkicken. De verdediging ging alleen niet mee in de hele schadevergoeding. Want volgens de verdediging klopte een aantal schadeposten van het rapport niet. En ook niet alles was voldoende onderbouwd. En sommige onderdelen hadden niet echt foto's of iets. En alles wat je als bewijs inbrengt moet je natuurlijk ook kunnen onderbouwen door middel van bonnetjes, maar ook met schaderapporten of iets anders. Een voorbeeld was het bed dat gewoon heel erg vies was geworden door al het eten en alle viesheid wat er op kwam. Maar moet daarom een nieuw bed worden aangeschaft? Dat vond de advocatuur dus niet. En dan was er nog één ding wat de verdediging aankaartte, want de verdediging, officier van justitie en de rechter kwamen eigenlijk al heel snel overeen van civielrechtelijk is de verdachte aansprakelijk, want hij had de hotelkamer gehuurd. Dan heb je het gewoon over aansprakelijkheid, dan is hij aansprakelijk voor de kamer. Maar voor strafrechtelijke aansprakelijkheid heb je gewoon meer nodig en dan heb je echt bewijs nodig dat hij die vernieling ook daadwerkelijk heeft gepleegd. En de verdediging die bepleit dat hij, dat hij niet zijn rol kon laten zien in die vernieling, dus dat hij daarvan moest worden vrijgesproken. Eerste feit vind ik dat kan worden bewezen dat u op 8 december 2023
opzettelijk aanwezig heeft gehad, die 9 kilogram lachgas. Bij die stand van zaken vind ik niet dat ik u kan veroordelen voor vernieling. Dus voor dat feit wordt u vrijgesproken. Al met al kom ik op een taakstraf voor de duur van 120 uur, maar daarvan 60 voorwaardelijk. Want die bijzondere voorwaarden waar u zich aan moet houden zijn de meldplicht, de ambulante behandeling bij Novedecentrum en de middelencontrole. Zodat u inderdaad gedurende de proeftijd niet gaat gebruiken. Met betrekking tot die vernieling was er gewoon te veel onduidelijkheid en dat heeft dus geleid tot die vrijspraak. Wat wel duidelijk was dat er heel veel mensen waren in die hotelkamer, maar de politie heeft ten tijde van het binnengaan van die kamer niet al die mensen ondervraagd en eigenlijk dat een beetje vaag gelaten. Volgens de rechter was er te veel onduidelijkheid over de feitelijke gang van zaken en al met al die onduidelijkheid moet er dus vrijspraak volgen. Nou, we hebben wat zittingen bijgewoond en deze eerste zaak ging over het bezit van lachgas. Dat is natuurlijk verboden. Wat houdt dat verbod precies in? Ja, dat klopt. Die zaak ging over het bezit van meer dan 9 kilo lachgas en dat mag in Nederland niet. Dat is overigens wel een vrij nieuwe situatie, want tot 1 januari 2023 mocht het wel. En het wordt ook best wel veel recreatief gebruikt op feestjes, maar het is ontzettend gevaarlijk. Het heeft hele grote gezondheidsrisico's en daarom is het strafbaar gesteld. Het staat op lijst 2. Van de opiumwet. Ja, dus het is echt wel, want op lijst 2 staat volgens mij ook gewoon andere softdrugs, zoals... Paddo staat er bijvoorbeeld ook op. Ja, en het zijn dus middelen die over het algemeen wel iets minder zwaar zijn dan wat op lijst 1 staat. Hè. Dus waar de cocaïne en ecstasy en dergelijke op staat. Maar lijst 2, dat zijn ook middelen waarvan we vinden dat je die niet zou moeten gebruiken en ook niet zou moeten verhandelen. Ja. We moeten het hebben over 6 februari 2024. De verdenking is dat uw ex en uw ex-schoonmoeder heeft mishandeld en bedreigd. Daarvan is aangifte gedaan en u heeft ook een tegenaangifte gedaan van mishandeling. Ja. Wat wilt u er vandaag over zeggen? Bij deze zitting werd de verdachte ervan verdacht zijn ex en haar moeder te hebben mishandeld. En het ging hierbij om een huiselijk geweldzaak. En dat is in het kader van mishandeling is dat wel strafverhogend. Dus daar kun je een hogere straf voor krijgen. En ja, het was best wel een beladen zaak. En ja, emotioneel ook wel beladen. En dat merkte hij ook al bij de verdachte. Want die werd er echt emotioneel van. En het was voor hem gewoon een hele moeilijke zaak. Want hij wil gewoon zijn dochter zien. Gelet op alleen de verklaring van deze mevrouw, van de aangeefster. En gelet op dat ik niet voldoende ondersteunend steunbewijs daarvoor heb. En verdachte dit verhaal ook... anders presenteert, zie ik niet voldoende wettig en overtuigend bewijs voor het eerste feit op de telastlegging en vorder ik dan ook vrijspraak ten aanzien van dit feit. Dan kan ik niet anders stellen dat op deze specifieke verklaringen van deze twee aangeefsters in combinatie met het letsel en wat de politie daar ook nog heeft waargenomen, dat er wel voldoende wettig en overtuigend bewijs is voor het tweede feit op de telastlegging. Dan is er nog een derde feit op de telastlegging, dat is de bedreiging en dat gaat eigenlijk over een beweging maken met de hand of vinger langs de keel. Daar verklaren de twee aangeefsters ook wel vrij specifiek over. Verdachte zegt dat dat niet zo is gebeurd. Er is daar natuurlijk wat voorgevallen bij die deur. En hoe dat dan gegaan is in de worsteling, dat is voor mij onvoldoende naar voren gekomen, ook hier op zitting. Dus ook voor de derde feit heb ik niet de voldoende overtuiging dat het op die manier heeft plaatsgevonden, omdat het denk ik ook wel een redelijk chaotische situatie is geweest. Ja, samenvattend vraag ik dus vrijspraak, vorder ik vrijspraak voor het eerste en het derde feit en zie ik wel voldoende wettig en overtuigd bewijs voor het tweede feit. En dit is een mishandeling en dat is een strafbaar feit en verdachte is daarvoor strafbaar. Ja, dan is de vraag welke strafpas het is en huiselijk geweld hoort nergens thuis en dit is toch wel in een soort situatie waar dat... In plaats van ze hebben een afhankelijkheidsrelatie. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van verdachten ga ik een geheel voorwaardelijke straf eisen in de vorm van een taakstraf. Want verdachte heeft een aardige documentatie, maar is voor dit soort feiten wel first offender. En dan vorder ik een taakstraf van 60 uur, geheel voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. En geheel voorwaardelijk ook vooral dat verdachte zich kan focussen op dat contact met zijn kind en op de voorwaarden die reclassering adviseert. En dan vraag ik u ook om de voorwaarden op te leggen die de reclassering adviseert. Dus dat is een meldplicht bij de reclassering, een ambulante behandeling en dan ook het contactverbod en het locatieverbod. Dus in bijzondere voorwaarden vraag ik dan om die op te leggen. En dan met de flinke stok van die 60 uur taakstraf achter de deur. Dank u wel.
Er was hier dus aangifte gedaan, maar ook tegenaangifte, omdat de verdachte dus vond dat het helemaal niet klopte. En nou ja, dat was eigenlijk ook wel te zien bij de eis van de officier van justitie, want hij had drie feiten ten laste gelegd. En bij twee feiten verzocht hij zelf een vrijspraak. Nou, dat zegt natuurlijk ook al heel veel over de bewijswaardering, dus of iets zowel wettelijk kan worden bewezen, maar ook of het wel overtuigend is dat hij die feiten heeft gepleegd en of hij ook zijn schoonmoeder had bedreigd of niet. Het is in ieder geval voor mij wel duidelijk dat er iets van een worsteling heeft plaatsgevonden, maar wat dat precies die daar heeft afgespeeld, of nou precies die geweldshandelingen zoals die op de belastingplegingen zijn, of die op die manier hebben plaatsgevonden, daar twijfel ik over. En bij die stand van zaken spreek ik u gelijk. De tweede zaak zag op mishandeling. Welke vormen van mishandeling kennen wij precies in het strafrecht? Ja, klopt. Deze zaak die ging over mishandeling. Er werden twee mishandelingen ten laste gelegd van een ex-partner en van de ex-schoonmoeder. Dat is eigenlijk ook mishandeling in de meer relationele sfeer, maar dan in dit geval dus exen. We hebben de eenvoudige mishandeling, dat is het toebrengen van pijn of letsel door bijvoorbeeld iemand te slaan of iemand te schoppen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de zware mishandeling, het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. En wat dat dan is eigenlijk ook weer een juridisch vraagstuk. En bijvoorbeeld meerdere breuken en waar ook een operatie voor vereist is. Wat strafvermeerderend werkt is dus als er zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht. Maar het kan ook uitmaken wie je mishandelt. Bijvoorbeeld je moeder, je vader of je kind. Of bijvoorbeeld iemand van de politie. Daar staat dan een hogere straf op. Als extra feit ging het ook om een bedreiging hier. Maar de verdachte had niks gezegd tegen het slachtoffer. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt inderdaad. In deze zaak was de mishandeling ten laste gelegd. Maar ook bedreigingen was zowel aangifte gedaan van mishandeling door de ex-partner en de ex-schoonmoeder als bedreiging. Je kan iemand dus met woorden bedreigen, bijvoorbeeld ik maak je dood, hè. Dan bedreig je iemand met een misdrijf tegen het leven gericht, maar je kan ook iemand met daden bedreigen, bijvoorbeeld door iemand een mes te tonen of voor te houden, waar je dan eventueel ook nog wel wat bij zegt. En in dit geval ging het erom dat de verdachte dus met de dood had bedreigd door deze beweging te maken. Uiteindelijk is dat feit niet bewezen verklaard. Volgens mij klopt het allemaal inderdaad en dan zal ik verstek verlenen en dan mag u de zaak voordragen. Verdachte wordt ervan verdacht dat hij op 15 februari 2024 in Den Bosch een speakerset heeft gestolen bij de Action. En er zijn ook twee vorderingen aanhangig over eerder opgelegde voorwaardelijke straf. Deze laatste zaak was een hele korte zaak, want die duurde maar liefst precies 5 minuten. Het ging hier om een verstekveroordeling, namelijk om een veroordeling op afstand. Er was geen verdachte aanwezig, maar ook geen advocaat, want die had zich uiteindelijk teruggetrokken in de zaak. Het ging hier om een diefstal van twee muziekboxjes en eigenlijk de enige verklaring die de verdachte heeft gedaan was dat hij muziek wilde luisteren. En wat ook altijd relevant is in de hoogte van de straf is of iemand al eens eerder feit heeft gepleegd of niet en daarmee first offender is. Maar heb je eerder dezelfde soort feit gepleegd dan ben je een recidivist en dan verhoogt dat natuurlijk je straf. Qua bewijs kan ik vrij kort zijn. De verdachte heeft natuurlijk het feit bekend en we hebben ook een aangifte van het feit. Dus er is voldoende wet en overtuigend bewijs voor de diefstal en dat is een strafbaar feit. De verdachte is daarvoor strafbaar. En dan is de vraag welke straf passend is. En het is een heel vervelend feit, omdat het ontzettend veel overlast zorgt bij winkeliers en het ook vaak voorkomt. Hij heeft nu opnieuw een strafbaar feit gepleegd en dan vind ik dat je ook op de blaren moet gaan zitten. Alles overwegende vorder ik dat aan de verdachte wordt opgelegd een gevangenisstraf van 16 dagen. Dat is behoorlijk fors, maar dat is de richtlijn van het OM. Dan sluit ik het onderzoek en dan doe ik uitspraak. Ja, het feit kan worden bewezen. Let op de aangifte van Action en daarnaast de bekende verklaring van de verdachte. Dat levert dus op een winkeldiefstal. Anders dan de officier van justitie ga ik voor de recidive uit van 1 eerdere veroordeling. En dan kom ik bij een winkeldiefstal uit op een geldboete van €200 en 1 week gevangenisstraf voorwaardelijk. Wel zal ik de tenuitvoerlegging van beide vorderingen. In deze laatste zaak was de verdachte niet aanwezig, maar de zitting ging wel door. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt inderdaad. De verdachte is er niet. Die verplichting heeft hij ook niet. Iemand heeft wel het recht om aanwezig te zijn, maar niet de verplichting om te komen. In dit geval hebben we niks van de verdachte gehoord en dan gaan we kijken of de verdachte goed is opgeroepen. En dat hebben we gecheckt en dat bleek het geval te zijn. Nou, verder hebben we dan niks van de verdachte gehoord. Er is geen aanhoudingsverzoek gedaan en dan vindt de zitting doorgang en dan wordt de verdachte bij verstek veroordeeld. Dat kan wel anders zijn als de verdachte bijvoorbeeld op voorhand een aanhoudingsverzoek doet, zelf of via zijn advocaat bijvoorbeeld, dat hij ziek is. Nou, daar moet je dan als rechter wel rekening mee houden. Maar in dit specifieke geval heeft de verdachte zich helemaal niet gemeld. En dan vindt inderdaad de zitting buiten zijn aanwezigheid plaats. En daarmee ga ik deze vlog afsluiten. Ik hoop dat je een beetje een inkijkje hebt gekregen met deze video over hoe een strafzaak verloopt. Wat wel zo is dat iedere zitting in principe openbaar is. Dus je kunt gewoon de rechtbank instappen en zelf een zitting bijwonen. Vind jij dit leuk? Laat dat vooral weten in de comments. Dan ga ik dit vaker doen. En vergeet niet te abonneren. Doei doei!